Oké, ik ben gezakt. En ik ben aangenomen. We hebben onze laatste stagedag gehad. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. En ik praat nog niet heel hard, want het is namelijk pas 8:10. Mijn broertje slaapt nog. Mijn moeder is wel wakker, die is boven. Maar ik praat ze nog even een beetje zachtjes. Maar Char die komt mij over 10 minuten ophalen. Want ik heb mijn theorie-examen van mijn auto. En ik ben zo zenuwachtig. Gewoon bij mijn scooter heb ik ook 3 keer. Nee, de 4e keer was ik pas geslaagd bij mijn scooter. Dus laat staan bij mijn auto. Maar ik heb gisteren echt super veel geoefend. Dus ja, ik weet niet. Ik hoop dat het goed komt. Ik ben benieuwd. Maar ik heb hem dus zo meteen. Ik heb hem over precies 1 uur. Maar je moet er altijd best wel van tevoren zijn. En vannacht heb ik weer echt enorm lopen hoesten. Ik had zelfs een bakje naast me staan met van die keelsnoepjes. Zodat als ik wakker werd en moest hoesten, zodat ik gelijk een keelsnoepje kon nemen. Maar goed. Voor de rest hoef ik niet naar school, want ik heb al vakantie. Alleen donderdag en vrijdag nog stage lopen. En dat is het. Morgen heb ik een gesprek voor mijn stage van volgend jaar. En woensdag ga je les, maar voor de rest niet echt heel erg veel bijzonders. Dus ik neem mijn camera wel mee naar het CBR. Lijkt me wel grappig. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ga er gewoon van uit dat ik zak. Want als ik dan slaag, kan het altijd alleen maar meevallen. Oké, ik ben gezakt. Volgende keer beter. Ik vind het niet zo... Ja, natuurlijk is het jammer, maar mijn scooter deed ik er ook 4 keer over. Dus ik had in principe niet echt verwacht dat ik hem in 1 keer zou halen. Maar toch is het jammer. Maar op zich, voor mijn gevoel ging die best goed. Maar ja, dat weet je eigenlijk nooit echt met zulke vragen. Maar oké, ik ga nu lekker in mijn bed mijn video bewerken. En daarna lekker X on the Beach kijken. En ik denk dat ik morgen even opnieuw mijn theorie ga inplannen. Want vanaf 10 juli zijn eigenlijk al mijn vrienden en zo. Of nou ja, zijn heel veel mensen al op vakantie. Dus dan heb ik misschien wat meer rust en tijd om echt die hard te leren. Of zeg maar gewoon beter in te plannen en zo. Dus ik ga hem denk ik gewoon voor die week inplannen. Dat is over 2 weken. Dan heb ik gewoon nog genoeg tijd om te leren en zo. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Maar ik ga morgen even mijn reisgroep bellen om te kijken wanneer ze weer een plek hebben. Want dan heb ik zeg maar die theorie en zo ingekocht. Dus ik hoef het niet via CBR te doen. Maar oké, goed verhaal. Ik ben gewoon gezakt. Oké, ik ga even mijn benen harsen. Ik heb gewoon een slaaprokje aan. Maar ik ga even mijn bovenbenen doen en mijn onderbenen. Ik heb hier dat apparaat staan van school. Maar ik ga het niet filmen. Maar als jullie willen dat ik het een keertje film, hoe ik mijn benen hars, dan moet je dat even achterlaten in de reacties. Want dan ga ik, voordat ik op vakantie ga, ga ik het namelijk ook doen. En dan kan ik daar een video over maken. Dus. Oké, dit been heb ik nu gehars. En je ziet dat hij wel een beetje rood is. En een beetje van die rode vlekjes hier heeft. Maar dat is zeg maar gewoon een reactie op dat je die haarzakjes eruit trekt. Dus vanmiddag is dat gewoon weg. En nu moet ik dit been nog doen. En ik heb hier zo geen zin meer in. En ik heb hier een blauwe plek. Geen idee hoe die er komt. Maar mijn ene harspatroon. Kijk, die ligt daar in de prullenbak. Die is op. Dus ik heb er even een ander in gedaan. Maar die moet dus eerst even opwarmen. Ik ben weer uit mijn bed gekropen. En heb me aangekleed. Want ik moet weer naar dansen. Ik heb gewoon weer hetzelfde aan als de afgelopen weken. Dit is toch de laatste les. Dus ja. Ik moet wel nog even mijn schoenen aandoen. En even sokken pakken. En hier ligt een paar schone sokjes. Die ga ik even aandoen. Ga ik jullie hier nu zetten? Ja, dat doe ik. Het is vandaag de laatste les. Ga ik deze sokken wel aandoen? Want deze zijn heel hoog. Nee, deze ga ik niet aandoen. Want mijn schoenen zijn heel laag. En als ik dan deze hoge sokken aandoen, dan zie je dat er volkomen doorheen schijnen. Maar waar zijn mijn enkelsokjes? Hier liggen nog een paar enkelsokjes, die doe ik wel eventjes aan. Oké, schoenen gepakt. Oh, beter. Vandaag is de laatste dansles, dus het laatste kwartiertje wilde ze die vrouw weer van mijn les krijgen. Gezellig met z'n allen wat eten, dus ik heb slagroomsoesjes om mee te nemen. Lagen nog in de vriezer, dus ik dacht, lekker makkelijk. Neem ik die gewoon lekker mee. Even mijn schoenen aandoen. En dan zijn dit hopelijk de laatste keer. Is dit hopelijk de laatste keer dat ik op deze schoenen ga dansen? Oh. Janie kan hier ook elk moment zijn. Ze zei ja, ik ben er tussen 7:30 en 8:30. Dus ook echt zo'n lekkere tijd dat je weet hoe laat ze komt. Nee, maar ik denk dat Janie er rond 7:30 is. Aangezien Janie is. Maar oké.
echt super lekker trouwens. Aankomende maandag, dus over een week, gaan we met de klas naar de spa. Ik weet niet of ik dat al heb verteld, maar echt kapot lekker. En het is gelukkig wel bikini badpakkendag, dus ik hoef niemand uit mijn klas naakt te zien. Niet dat mij dat mijn klas zo heel erg is, maar er zullen waarschijnlijk ook gewoon andere mensen rondlopen. Die hoef ik ook niet naakt te zien en zij mij ook op zich niet. Dus ik ben wel blij dat het bikini badpakken dag ding zo is. Maar goed, ik zit weer echt ontzettend te brabbelen. En mijn ouders hadden een video van me gekeken en die zeiden dat ik echt super vaak super zeg. Dus ik ga proberen in deze week nog zo min mogelijk super te zeggen. Uitdaging van de week, top. Maar ik ga nu wachten tot Jane er is. En dan gaan we lekker dansen. Oh, ging ik opeens inzoomen. Ik krijg nou wat. Ik wacht even tot Jane er is. En dan gaan we lekker dansen. Misschien dat we daarna nog extra gaan oefenen. Want vorige week deden we dat wel. Gingen we in de sporthal waar Melissa werkt. Gingen we nog even oefenen. Ik weet niet of we dat deze week ook gaan doen. Ik neem mijn camera mee. Als we dat wel gaan doen, ga ik het filmen. Als we het niet gaan doen, film ik het niet. Oké, doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik heb zo meteen een gesprek bij Aveda voor mijn stage volgend jaar. Een soort sollicitatiegesprek, maar dan gewoon een stagegesprek. En ik heb mijn haar nog even los, want ik heb er net droog shampoo in gedaan. Want gisteren na dansen, of ik bedoel, hoe heet dat, vanmorgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Hoeveel is het eigenlijk? Dinsdag, ja, ja, 26 juni. En ik heb zo meteen een gesprek bij Aveda voor mijn stage van volgend jaar. Een soort sollicitatiegesprek, maar dan voor stage eigenlijk. Dus daar ga ik zo meteen naartoe. Het is nu 1 uur en ik moet daar 2:45 zijn. En daarna rijd ik door naar Janie met mijn sportspullen. En dan gaan we even sporten samen. Dus dat is gezellig. Gisteravond na dansen zijn we niet extra gaan dansen. Nou, we wilden wel gaan. Maar toen hebben we nog tot 10:30 met Zoe staan praten na dans. Dus we gingen uiteindelijk niet meer naar de sportschool van Melis. Maar dat was wel heel erg gezellig. Laatste les van het seizoen, zeg maar. Ik heb mijn haar even los zitten. Want ik heb er even droog shampoo in gedaan. Moet even intrekken. Want ik wilde vanmorgen niet mijn haar wassen. Want ik ga straks sporten en ik vind het een beetje vies of zo. Want dan was ik gewoon liever vanavond. Maar het was wel een beetje vet. Dus ik heb er even wat droog shampoo in gedaan. Want om daar nou bij een gesprek bij Aveda aan te komen met een vette kop is ook niet alles. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik heb dit shirtje aan van Chiquel met een flare. En ik doe denk ik, ik weet nog niet zeker, mijn kimono aan. Die heb ik echt al heel lang niet aangehad. Dus ik denk dat ik die aan doe, vind ik wel leuk. En ik ga nu even mijn nagels lakken. Want zoals je kunt zien is hier één nagel nagellakloos. Nagellakloos? Ja, nagellakloos. Hier ook twee nagels. Dus die ga ik even lakken. Met dit kleurtje van Kiko. Nummertje 654. En dan ga ik daarna naar Aveda toe. En ja, ik zie jullie straks wel weer. Misschien dat ik mijn camera wel even meeneem naar het sporten. Dan kan ik Janie en mij filmen. Weet ik nog niet. Jongen, ik stuurde jou om 4:15 een appje. Ik kom eraan. Zei ik ga omkleden. Het is nu 4:10. Ja, ik moest eigenlijk nog douchen. Hoi Gil. Hi. Ik zit in de love seat van Gil. Maar Gil zit niet naast me. Dit heet toch een love seat? Ja. Ja. Ik heb met mijn stagegesprek en ik ben aangenomen. Jane, ik heb het ook tegen jou. Jane heeft even de trummels en de sticker. Maar ik had toch maar dit jasje trouwens aangedaan. Maar dit was bij Aveda. En die vrouw was echt super lief. En ze was echt super knap. Oh, ze was ook super knap. En ze doen er echt super veel. Ze doen daar allemaal laserbehandeling. Ze doen er vet bevriezen. En gewoon nagels, voeten, kapsalon, alles in één. Super groot daar. En ze zei ook, ja, vet bevriezen is niet zo moeilijk. Dus als je hier wat langer bent, kan je dat ook gewoon doen. Dus ik dacht, oh, super, leuk. Dus volgend jaar ga ik daar stage lopen. Want ik hoef alleen nog maar donderdag en vrijdag bij de doekklas. Ik heb ook gesolliciteerd, hè? Waar? Ja, domino's, ja. Toch? Ben je aangenomen? Ik heb woensdag een gesprek, maar ID meenemen in mijn bankpas.
Nou, dan ben je sowieso aangenomen, want dan willen ze alleen maar weten. Maar verzorgen op de fiets ga je dan toch? Ja. Waar is in de keuken? Echt? Dat is kut, lijkt me. Mag even kotsen. Maar ik ben nu bij Jane en ik zit echt oprecht op een love sheet. In mijn eentje. En we gaan sporten, maar Jane duurt een beetje lang. Maar ik moet me zo meteen trouwens nog wel omkleden, want ik ga niet in mijn Sandra's, in mijn flare, in mijn shirtje en in mijn... Ik ga echt barven. Van wat? Nee, ja, het zit in mijn buddy. Daar heb ik geen zin in. Hij loopt echt maar letterlijk voor de deur staan. Gewoon letterlijk. Hè? Ja, het is meer letterlijk gewoon voor de deur staan. Oh, wacht, ik moet wel even een snapje maken. Voor de games. Wat is de games? Ik zou dit hierop blijven staan. Zou ik het niet proberen? Ik probeer het wel. Hoe lang heb je die camera al? Maar alles. Een maand nu? Hoezo? Ja. Jij had een vlog beloofd, toen kwam die niet. Op een zondag of zo. Echt wel. Zo hij is toen op dinsdag online gekomen, ja, Gillian. Eigenlijk wel te laat. Ik heb jij nog geappt 12 uur 's avonds of zo. Ja, dat weet ik. Maar heb jij liever dat ik word ontvoerd of dat die vlog 2 dagen later online staat? Nee, niet ontvoerd. Maar mijn adres stond erin en ik dacht, daar worden mijn ouders niet heel blij van. Dus toen heb ik dat er maar uitgeknipt. Zo had je gisteren een fotoshootje in de stad, Jane. Die foto van jou en Melissa is ook leuk. Ja. Wie had die foto gemaakt? Een man op straat. Een man op straat. Dit is de reden dat het zo intens lang duurt. Heb je nou een rosé gouden? Huh? Godverdomme. Zit dat allemaal hierin? Waarom heb je zo'n tering grote pot? Is dit alleen van jou of ook van Gil? Nee, alleen van mij. Zie je mij al dat nemen? Nee. Ga gelijk dik waar. Laat even je spierballen zien. Maar het is echt oprecht heel lang. Body and Fit. Waarom heb je niet zo'n roze Body and Fit beker dan? Frikandel ga eten. Ga je frikandel eten? Ja. Wel een kip frikandel, hè, Kiel? Nou, daar heb ik niks aan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en ik heb zo met de autorijles over een half uurtje. Dus dan heb ik van 10:30 tot 12 autorijles. En ga ik daarna lekker heel de dag in de zon zitten. In de tuin. En genieten van de zon. Want morgen wordt 27 graden. Maar moet ik lekker stage lopen. Dus ik ga vandaag gewoon lekker heel de dag in de zon zitten. En vanavond ga ik naar Miel. Dus ik ga autorijles hebben. Is dat een goede zin? Weet ik niet. Ik ga naar autorijles. Ik heb autorijles. En zie ik jullie straks weer. Oké, ik ben thuis van rijles. Het ging wel oké, op zich. Maar ik vergat heel de tijd te schakelen. Ik heb even lekker broodjes gemaakt. Een broodje geroosterd en daarna kaas opgedaan. Een soort zelfgemaakte tosti of zo. En ik ga nu even goede tijden kijken. En ik wilde eigenlijk in de zon gaan zitten. Om lekker bruin te worden. Maar de zon schijnt wel, maar het is nog niet echt heel erg warm. Dus ik ga eerst gewoon even lekker binnen zitten. En dan hopen dat straks de zon een beetje gaat schijnen. Maar ik ga nu eerst lekker mijn broodje oppeuzelen. Oké, ik weet niet of jullie me kunnen horen, want ik zit buiten op het dakterras. Maar ik lag eerst in de tuin. Daar was het echt super warm. Ik heb even mijn bikini aan, dus even dat ik zo film. Maar daar was het echt super warm. Dus toen zei de moeder, nou, laten we naar de zonnebank gaan. Ik had nog een cadeau van Sundays, zo'n zonnebank. Dus wij opzoeken op internet waar dat was. Nou, gevonden, wij erheen rijden. Komen we eraan. Doet die vrouw de deur open, zegt ze, ja, komen jullie zonnen? Dus wij, ja. Zegt ze, ja, dat kan hier niet. Dit is het hoofdkantoor. We waren gewoon bij een hele verkeerde zonnebank. Maar de dichtbijzijnste, dat was het meest dichtbijzijnste. En de volgende, die zat bij de Fred. En dat is voor ons iets van een half uurtje rijden of zo. Dus daar hadden we ook niet echt zin in, want het was al 4:30. Dus we zijn nu weer terug. En nu ga ik maar lekker op het dakterras liggen, want hier staat ietsjes meer wind. Dus hopen dat dat me een beetje bruin maakt. Want morgen kan ik ook heel de dag niet in de zon zitten. Zodat het echt 27 graden wordt. Omdat ik stage moet lopen. En vrijdag is mijn laatste stage dag. Ik ben echt intens gelukkig. Maar ik ga nu lekker in de zon liggen. En genieten van de laatste zon. Want ik ga vanavond naar Mew toe. Dus. Oké, ik ben weer van het dakterras af.
Ik had er even een uurtje, anderhalf uur gelegen. Het is nu 4:15 en ik heb even mijn stagetas voor morgen en mijn slaaptas voor vanavond ingepakt. Want ik ga vanavond bij Milan slapen. En ik ga gelijk vanuit daar door naar stage morgen. Dus moet ik wel mijn tas bij me hebben. En ik moet zo meteen even eten pakken om mee te nemen. Want anders moet ik morgen de hele dag zonder eten en dat kan ik niet. Ik kan niet zonder eten. Ik hou van eten. Ja, dus dat moet ik even pakken straks. En we gaan zo eten en dan ga ik daarna gewoon gelijk naar hem toe. Hij is nu toch nog aan het werk. En ja, ik moet even lekker allemaal filmpjes aan te kijken. Van die shoplogs en zo, zomer shoplogs. Ik wil zo graag op vakantie. Ik heb zoveel zin om op vakantie te gaan. Maar ik ga wel maar 8 dagen. Dat vind ik wel echt jammer. Normaal ga ik altijd 3 weken. Zeg maar mijn ouders gaan ook wel 3 weken. Alleen ik wil niet mee de eerste 1,5 week. Dus ik ga de laatste paar dagen kom ik langs. Maar ja. Eerst zou ik misschien nog met Jane, zeg maar met z'n tweeën gaan. Dat hadden we ergens rond kerst, januari of zo besproken. Maar Jane zou misschien stage gaan lopen in het buitenland. En zou ze zelf dan moeten betalen. Dat ze dan waarschijnlijk geen vergoeding kreeg. Maar nu achteraf gaat dat stage in het buitenland helemaal niet door. Dus hadden we gewoon kunnen gaan. Alleen nu hebben we gewoon geen geld. Want we hebben alles al uitgegeven. Dus nou, gewoon voor volgend jaar gaan we gewoon kijken of zo. Want het lijkt me wel erg leuk om met vriendinnen op vakantie te gaan. Helemaal, het is vandaag donderdag en ik ben echt net thuis van stage. Het was vandaag zo warm, dus ik had dit aangedaan naar stage. Ik wil gelijk even laten zien wat ik aan had. Dit shirtje is van de Zara, maar is echt enorm gekrompen in de was, zoals je kan zien. Dus ik had er even een hemdje onder gedaan. Hemdje, geen idee. Broek, Zara, Gucci riem en mijn Sandra's. En ik ben dus net thuis. Ik moest van 9 tot 5 stage lopen. Ik heb even heel snel pizza gegeten, want ik had zoveel honger. Pizza Hawaii. Maar wat ik altijd doe met pizza Hawaii is eigenlijk, ik vind de ham het lekkerst. Dus ik eet eerst de ananas eraf. En daarna heb ik eigenlijk een pizza met ham. Maar oké. Maar ik ga even mijn nagellak eraf halen. Want ik heb zo'n doorzichtige peer op. Maar het gaat helemaal loslaten. En helemaal lelijk en zo. Dus ga ik even afhalen. Morgen is mijn laatste stage dag. Van 12 tot 6. En daarna zou ik eigenlijk met Kieran Char de stad in gaan. Want het is shopping night. Maar we gaan barbecue bij Char. Dus dat is ook heel erg gezellig. Dus daarna rijden Kieran en ik samen naar Char toe. En dan gaan we daar gezellig barbecue. En daarna uit. Denk ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Ik had dit jasje vandaag aan. En deze heb ik een beetje soort van herontdekt. Hij is van de Bershka. En die had ik toen gekocht met mijn examenuitreiking. Toen ik gezakt was. Ja, leuk. Ik ging speciaal. Zeg maar, ik was gezakt. Maar ik ging wel naar de examenuitreiking voor mijn vriendinnen. Dat ik helemaal een outfit gekocht daarvoor. En daar was dit jasje onderdeel van. Maar oké, goed verhaal. Die heb ik echt de laatste tijd weer herontdekt. Hij zit zo leuk en lekker. En oké, top. Morgen is de shopping night. En oh, ik zit echt lekker zo met mijn hand in mijn broek. Want ik heb echt pijn aan mijn buik. Maar morgen is de shopping night. En het thema is Frankrijk. En de doekklas heeft dus bedacht om dus een soort Frans thema te doen. Dus we moeten een zwarte rok of broek aan. Ik heb gewoon mijn zwarte flair. En een wit of een zwart-wit gestreept shirt. Dus I got it. Ik heb een zwart-wit gestreept shirt. Maar dan zeg maar off-shoulder. Dus die doe ik morgen aan. En rode lipstift en eyeliner. Maar ik kan geen eyeliner. En ik heb geen eyeliner. Dus dat doe ik niet. Maar het leek me wel leuk om strakjes even mijn haar te krullen met de steltang. Zodat ik morgen kan krullen. Of een beetje slaggen. Dat lijkt me wel leuk. Want daarna gaan we toch uit. Dus dan wil ik ook iets leuk met mijn haar. Dan doe ik eigenlijk in zo'n leuke staart doen. En dan van die leuke krulletjes. Maar oké, goed verhaal. Ik ga even mijn nagellak eraf halen. Douchen denk ik. Mijn kleren uit doen. Ik ben helemaal kapot. Ook mijn schoenen uit. Waarom heb ik die nog aan? Geen idee. Oh my god. Mijn sokken zijn nu zo fel. Nu ik mijn schoenen uit heb gedaan. Haha. Hallo. Sjakjes. Hallo. Maar oké. Ik denk dat ik jullie morgen weer zie. Oké, okay, ik heb mijn haar nu gekruld. Zoals je kan zien met gewoon mijn steltang. Ik heb de cheese steltang. Dat was zo'n limited edition. Gewoon met glitter is, maar oké. Okay. Ik heb het nu gekruld. Maar ik ben benieuwd of het er morgen nog in zit. Ik denk het namelijk niet, maar dan heb ik morgen gewoon stijl. Ook prima. Maar ik vond het wel leuk, ook voor uitgaan en zo. Maar ik denk dat ik met een knot in ga slapen. Of nu alvast een knot in ga doen, want dan blijft het denk ik langer zitten. Maar als het morgen stijl is, vind ik het ook niet heel erg. Dus, goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag en ik ben klaar om naar stage te gaan. Ik heb dit shirtje aan van, wat lijkt echt of ik heel erg puntiet heb in dit shirt, maar oké.
Ik heb de church van de H&M. Hij is echt al 2-3 jaar oud. En gewoon mijn flare. En ik heb mijn haar net even een beetje opnieuw gekruld. Want het was er alweer uit hoor. Vannacht natuurlijk. Even een beetje volumepoeder ingedaan. En ik ga ietsjes eerder naar stage. Want ik moet nog even een pakketje bij de Zara ophalen. Dit weekend ga ik een shoplog opnemen. Dus die komt voor jullie aankomende donderdag 5 juli komt die online. Dus zo'n grote zomershoplog waar ik het de hele tijd over heb. Dus dat ga ik opnemen. Na stage kom ik met een keer hier naartoe. Dan gaan we ons even omkleden. En dan gaan we gezellig barbecue bij Char. Dus dat is heel erg gezellig. Dus ik zie jullie als ik terugkom van stage. Of zal ik mijn camera meenemen naar stage? Ik neem hem wel mee. En Kieran en ik gaan trakteren op taart. Omdat vandaag onze laatste dag is. Van 12 tot 6. Onze laatste dag. Eindelijk. Oké. We hebben onze laatste stage dag gehad. Hey! En we hebben deze tas gekregen. En een make-up tasje. Met wat dingetjes erin. Dat kamerletje. Oh my god. En we gaan nu naar Sherwin, en we gaan daar barbecue en dan gaan we vanavond uit. Ik niet. Oké. Maar Keir heeft echt een fucking lekker lucht gekregen. Ja, ik heb C en... Ik heb ook iets. Ja, maar oké. Doei. Oh, even die spullen van kennis meenemen. Ik heb dat ergens neergelegd. Ik zal even laten zien wat we van Douglas als afscheidspakket hadden gekregen. We hebben als eerst die tas die daar liggen gekregen. Die zwart-witte van DKNY. Dan dit toilettasje. Even kijken. Dit masker voor je gezicht. En dan zeg maar, is dit het papiertje voor over je gezicht. En dit is dan echt ja, dat spul wat je er overheen moet doen. Dus deze. Dan hebben we een oogschaduwtje gekregen. Een beetje een rosé goud is dit. Een crème voor mijn gezicht. Deze van Shiseido. Ik weet niet precies wat voor crème het is, maar dat moet ik nog wel uitvogelen. En dan een geur. Ik heb deze gekregen. En hij ruikt op zich wel oké. Maar dit hebben we dus gekregen. Echt superleuk. En het tasje is zo groot. Deze ga ik sowieso meenemen op vakantie. Dus dit hebben we gekregen. En dit is die tas. Ik zal hem nog even laten zien. Dit is die tas. Niet heel... Ja, ik ga hem denk ik aan mijn moeder geven of zo. Maar wel heel leuk dat we het hebben gekregen. Duurt lang iets. Iedereen is al weg. Maar we gaan net gebald. We gaan nu lekker eten. Buiten. Oh. En we hebben niet gewonnen.